week hebben wij kennis kunnen maken met de 10 finalisten van de Miss Reef 2012. Vandaag ben ik aanwezig op een te gek evenement, namelijk Planet Reef, waar tevens ook de finale van de Miss Reef plaatsvindt. Hey, maar hoe zou jij nou Planet Reef omschrijven als feest? Ja, heel relaxed. Veel mensen die... En hier ziet het een beetje van die surfdude type, zeg maar. En hoe is het zo gekomen dat je bent mee gaan doen aan de Miss Reef verkiezing? Nou, het was nou niet dat ik in eerste instantie echt stond te springen. Maar via via ben ik benaderd en ben ik langzamerhand toch een beetje overgehaald om mee te doen. Hoe heb jij je voorbereid op de finale? Niet. Ja, ik denk ik kom gewoon en zien hoe het loopt. Ja. Ik moet eerlijk bekennen dat ik wel mijn billen heb getraind. En in de afgelopen weken heb ik daar wel een klein beetje meer mijn best voor gedaan. Waarom vind jij nou dat jij, dat jij Miss Reef 2012 moet worden? Ja, ik ben spontaan. Ik vind het leuk en ik heb de mooiste billen. Heb je al een paar mooie billen gezien of niet? Ja, zeker. Die van jou. Omschrijf jij nou eens het perfecte paar billen? Rond en vol en wel een paar slanke benen eronder. Nou, gewoon lekkere volle cadetten. Gewoon echt een beetje die Braziliaanse, Latijnse butt. Niet te groot, niet te klein. Glad. En lekker vol, niet breed, maar gewoon lekker zo'n bol billetje. Dat vind ik het mooist. Maar ben je hier ook een beetje voor de billen of echt puur voor het feest? Ik ben wel benieuwd eigenlijk naar de billen. Naast de Miss Reef 2012, hartstikke gefeliciteerd. Hoe voel je je? Ja, helemaal opgeladen. Ik sta nog heel zeker gewoon. Ja. Had je het verwacht? Nee, eigenlijk niet. Wil jij je alsjeblieft nog één keer omdraaien voor ons in de camera met die heerlijke billen? Ja hoor. 2012, jongens! Mooie billen. Dit was Planet Reef 2012. Tot volgend jaar.